Beste kijkers, goedendag. Ja, over het weer in het Rijnmondgebied vandaag niets te klagen. Wat eigenlijk best wel een hele aardige dag met ook een fraaie zonsopgang. Zoals deze bijvoorbeeld te zien was in Schiebroek. En ook de volgende foto mag er zijn van Rob de Vries uit Rotterdam. Hij stuurde ja, een e-mailbericht: van Ik ga het eens proberen. Misschien komt mijn foto wel op tv. Nou ja, zo zie je maar op. Maak een leuke foto en ik laat hem gewoon zien. En je foto die mag er zeker ook zijn. En beste kijkers, de verschillen die waren vandaag enorm groot. Niet in onze regio, maar wel landelijk gezien. Want in het noorden en oosten van het land viel plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw. En ik heb sneeuwpoppen gezien tot zelfs 3 meter hoog. Je kan het je bijna niet voorstellen, want bij ons vandaag natuurlijk alleen maar groen en temperaturen tot 5 graden. Vanavond en vannacht wordt het wel koud in onze regio. Het gaat vriezen met temperaturen rond het vriespunt vlak langs de kust. Diepe landinwaarts min 1 tot min 3 of min 4 graden zelfs. En daarbij een zwakke tot matige zuidenwind. En er is niet al te veel bewolking. Er is wat, alleen wat hoge sluierbewolking aanwezig. Ja, en dan morgen overdag, de donderdag, die begint prima... Met zonneschijn, maar gaandeweg de dag vanuit het zuiden komt er meer en meer bewolking in de regio binnen. Op nadering van een storing. Ja, en die gaat dan ook donderdagavond zorgen voor een klein beetje lichte sneeuw in de loop van de avond. Het is koud met temperaturen de hele dag rond het vriespunt en dat bij een matige Zuidwestenwind. Maar ja, die ene winterse dag maakt nog geen echte winter, want vanaf vrijdag is het wisselvallig. En zacht in het Rijnmondgebied, vrijdagperiode met regen, dan is het al 8 graden en dan bij een straffe zuidenwind. Ook het gehele weekend is het zacht en wisselvallig met af en toe regen, vrijwel geen ruimte voor de zon. Kortom, de winter nou, die is voorlopig echt nog niet in zicht. Nou, we besluiten nog met de laatste foto. Maakt u nou ook van dit soort foto's? Nou, dan kunt u ze insturen naar het welbekende adres: weefoto.nl. Maakt er nog een uh, ja, toffe dag van. Heel graag. Tot morgen.